Als je in de media werkt, ben je altijd vrij ver van tevoren al bezig met feestdagen. En zo zitten we dus nu alweer helemaal in de kerstsfeer. En eigenlijk raakten we daardoor aan het praten op de redactie over kerst en onze dierbaren. En hoe je hen eigenlijk te weinig laat weten hoeveel ze voor je betekenen. En het kan natuurlijk tegenwoordig ook steeds makkelijker iemand een fijne kerst wensen. Ik bedoel, tegenwoordig word ik vaak wakker op eerste kerstdag met 10 appjes of zo met fijne kerst. En dat is leuk, want mensen denken aan je, maar hoe leuk is het om gewoon een kamer vol met kerstkaarten te hebben? Ja, kijk, en ik verstuur ze dus nooit meer, dus ik krijg ze ook niet meer. En eigenlijk is dat hartstikke zonde. Ik ben echt heel erg slecht in het bedanken van mijn dierbaren. Vooral door middel van het sturen van kaarten. Dat doe ik gewoon nooit. En mijn vriendinnen zijn hier onder andere de dupe van. Maar dit jaar ga ik wel een van mijn beste vriendinnetjes een kaart sturen. Want zij is echt. Ze gaat door een hele moeilijke periode. En ondanks dat ze door een moeilijke periode gaat, is er altijd voor mij. Ik kan haar altijd bellen om te klagen over hoe zwaar het is als kerstverse mama. Maar ook om op te scheppen over hoe leuk, hoe knap en hoe mooi hij is. En ze luistert altijd naar me. En ze is daarnaast ook een diehard kaartenfan. Dus deze kerst krijgt ze voor mij een extra grote. Dit jaar ga ik mijn zusje een kerstkaart sturen. Dit omdat zij echt dé persoon is die wel een echte kaart verdient. Omdat ze altijd met alle geduld en energie op mijn kinderen past. Terwijl ik hier stage loop en aan mijn droombaan kan werken. Ik ga absoluut een kerstkaartje sturen naar mijn ouders dit jaar. Want zij zijn gewoon ontzettend belangrijk voor mij. Notabene werk ik hier door mijn moeder. Die heeft me ooit gewezen op vacature. Maar daarnaast hebben ze mij bijvoorbeeld ook op toneel gedaan toen ik 8 was. En als gevolg daarvan ben ik al jarenlang helemaal gek van acteren, zingen. Ja, ik ben over veel dingen gepassioneerd. En dat komt echt door hen. En daar wil ik ze gewoon ontzettend voor bedanken. Dus een kaartje is dan wel het minste wat ik kan doen. Dan zijn wij natuurlijk wel ontzettend benieuwd aan wie jij een kerstkaart gaat sturen dit jaar. Wie verdient er wat extra aandacht van jou deze kerst en waarom? Laat het ons weten in de comments.